geen idee, jongen. Boom. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Pruva, en morgen. Vandaag gaan we pad met de lijkschouwer weer eens. Dat is lang geleden. Vorige keer was echt een drama. Maar goed, is wel grappig. Ja, we gaan het zien wat we gaan meemaken. Ik weet ook niet hoe het ook alweer ging. Maar ja. Jullie gaan het zien. In ieder geval op de kaart een heel mooi logootje van een vuilniswagen. En dat is dan onze lijkwagen iets. Ik weet nooit of het een lijkschouwer is of begrafenisondernemer. Of we moeten in ieder geval meldingen van dode mensen moeten we gaan ophalen bij incidenten. Ik weet allemaal niet wat hoe en wat. We gaan het zien. Oké, en we hebben een melding. Een lijk moeten wij ophalen. Politie is er al. Lijk is hopelijk gewoon vrijgegeven voor meenemen, zeg maar. En ja, een beetje nadeel is dat we geen blauw hebben of iets. Ik weet niet of er een mooi busje is met blauw die lijken ophaalt, die ze met spoed dan ophaalt. Ik denk het niet. Ik weet bijna zeker van niet. Dus ja, dan houdt het op. Dan moeten we gewoon nu netjes wachten met voor rood licht en zo. En dan, ja, dan moet ik maar het een en ander vertellen. Moet ik maar het een en ander gaan knippen. Moet ik maar wat muziek eronder plakken. Ik zie allemaal wel wat ik ga doen. Wat ik wel weet is dat ik niet altijd even lang ga wachten. Want dat gaat me echt te lang duren. Vrijstelling, jongen. Kan gewoon. Mag gewoon. Toestemming van de popo. Om snel te plaatsen te komen. Oh. Oh, ja. Crashes lossen we straks wel op. Toet toet. Toet toet toet. Aan de kant mensen, ik moet hier een lijk op pikken ter plaatse. Hoi! Oké, ik kan dus helemaal niks. Oh, ging dat ook alweer, joh. Oh ja, dat was met een formulier. Oké, we hadden eerst het formulier moeten pakken. Ja, even kijken hoor. Datum. Uh, 14 juli, jongen. Geen idee wat dit is. Datum en time van. Ja, 14 juli om 15:28. Last known alive. Nou, waarschijnlijk 13 juli. Want hij is dood. Oh, wat ligt hij? Fox 8, wat zou er zijn? 50? 55? 81 of zo. If yes, de squad. Oh, wat natuurlijk weer aan. Gele schoenen, blauwe broek. I don't know. Description to where we might find. Midden op de snelweg. Jongen. Oké, even kijken. Geen idee, jongen. Boom. En nu? Put the body in the van. We doen dat.
Oh, dit wel. Oh ja, dan moesten we heel dichterbij gaan rijden, geloof ik. Piep, 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 piep. Aan de kant. Lijkschouwen moeten langs. Piep, 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 piep. Het lijkt wel of die gesmolten is, joh. Ja. Hoppa! En we gaan hem naar het mortuarium brengen. Jongens, de ballen, laat ze vooral niet vallen. Wij zijn nog wel 3 uur onderweg naar het mortuarium. Ik wil hier blauw op. De mensen blijven ook zo leuk links rijden, hè? Dan moet je maar rechts inhalen. Nou, we anders nog een uur bezig zijn. Ik ga hem hier maar draaien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het voor jullie versnellen. Lekker muziekje eronder. Dan ga ik wel rijden. Misschien een beetje asociaal rijden. Maar ik ga wel rijden. En jullie kunnen gewoon genieten van wat muziek. En ja. Dan zie ik jullie zo bij het mortuarium. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. En we zijn er weer. En we gaan meteen maar door. Stoeprandje meepakken toch? Joppa! Oh, een rood licht meegepakt. Even rood licht meepakken, of ja, oranje. We gaan een nieuw lijk gevonden. Alles is ter plaatse alsof er niks is. We komen er wel. Het duurt alleen wat langer. Aan de kant. Ah nee, tjoek. Tjoek tjoek.
Hoi. Oeps. Hoppa. Oké. Vertel. Wat hebben we? Kan ik er niks mee of zo? Die zetten we even hier neer. Nee, kunnen we niks mee. Ah ja, nu wel. Nou, we gaan eens kijken hoor. Wat hebben we? Oké. Yes, nee, no. Datum. Oeps, moest niet. Oké, last known alive zal wel gisteren zijn geweest. 1968, dan ben je geloof ik 50. Ja. Tenniskleding had hij aan of zo. Midden op straat, rechterbaan, hoppa, rechterbaan. Wat moest hier ook alweer? Hoppa, kribbelkrabbel. Zo, rustig aan mensen. Ik ga het busje pakken en we pleuren hem achterin. Piep. Piep, 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 piep. Oké. Zo. Ciao, adios. Hoi, hoi. Rechtsop mag de rood in Amerika. En stop. Vrij, vrij en gassen. Wat ga je nou bij mij doen? Ik moet hier zijn, jij mag hier niet komen. En we zijn klaar. We gaan meteen door naar de laatste van vandaag, want dit is niet een heel spannende mod of zo hoor. Dus het gaat meer onserieus dan serieus. Zo nu in ieder geval iemand weer. Oh, aan hem. Dood zijn gevonden. Joh. Wat een verrassing. Dus ja. Ambulance has arrived.
Ja, gewoon drie lijkjes schouwen, zoals dat heet. En dat is goed geweest voor vandaag. Het wordt misschien al leuker als jullie, of als jullie, als er eens een, hoe heet het, kan worden gevonden, een busje met blauwe zwaarlicht. Het liefst ook Nederlands, of wat Nederlands lijkt, niet zo'n Amerikaanse minivan. Maar ja, wat je dan ook kunt gebruiken hiervoor, dat je met spoed lijken moet ophalen. Maar anders, ja, vind ik het maar niet zo heel spannend, hè. Wel op snel, we kunnen het gewoon alsmaar weer door kunnen gaan. Goeiedag Schuitel, hallo, wie wat en waar? Waar ligt die? Hoppa, met zij, au. Oké. Nou, we gaan eens kijken. Is dat een meneer? Oh, dat is ook een meneer. Ik dacht nu dat het een vrouw was. Rare kleding. Dat gaan we opschrijven. Even kijken. Nee, ja, yes. De datum 14 juli. Ik weet niet hoe laat het nu is, last known alive, gisteren. Nou, oh, wacht. Godverdomme. Zo. Rare boerenkleding. Ze schrijven dat niet, geloof ik. Op straat, snelweg, rechts, afrit, oprit, weet ik het. Oprit, oké. Kribbel, krabbel, krabbel. En klaar, zo. Nu moeten we het busje weer bij de persoon zetten. Oh, dat is achteruit, we moeten vooruit. Zo, lichaam in het busje. Collega staat vast, dus twee auto's gaan we niet op wachten. En wij gaan mokertje snel richting het mortuarium. Ik heb ook ontzettende hoofdpijn. En ja, is het dan wel slim om te gaan gamen en zo, zeggen jullie dan? Ja, eigenlijk niet. Dus ja, sorry. Lig jij je nou dood?
gewoon eens naar rechts gaat. Zo. Kom we hier ook in? Ja, ja, vast wel. Ja. Alsjeblieft, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ondanks dat het wat minder serieus was en wat saaier is dan normaal, denk ik dan zo zelf. Vandaar dat het misschien nog wat korter is. Als je het toch leuk vonden en ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En dat zal zijn, geen idee, jullie zien het dan wel. Doei!